Universiteit van Nederland. Legt uit. Maakt een powernapje creatiever. De beroemde uitvinder Edison die wist het ook al. Van een kort dutje word je creatiever. En daarom deed hij regelmatig een zogenaamd Edison-dutje. Hij ging liggen met een paar zware ballen in zijn handen en zodra die op de grond vielen, schrok hij wakker. En hij beweerde bij hoog en laag dat hij de beste ideeën ervan kreeg. Tja, Edison blijkt een punt te hebben. En daar is nu onderzoek naar gedaan. Onderzoekers in Parijs aan de Sorbonne die zijn met dat idee aan de slag gegaan. En hun hypothese was eigenlijk, oké, je valt in slaap. Je komt eerst in lichte slaap. We noemen dat stadium 1. En in de hersenactiviteit zie je bepaalde golven, alfagolven, een beetje afnemen. Op een gegeven moment dan kom je in een diepere slaap, stadium 2. Dan komen de langzame golven in de hersenactiviteit. Daartussenin zit een soort schemertoestand. En het blijkt dat in die schemertoestand hele bijzondere dingen gebeuren. Kijk, dan moet je een beetje idee hebben, wat is creativiteit eigenlijk, hè? Voor creativiteit heb je eigenlijk een aantal ingrediënten nodig. En het blijkt dat eigenlijk die processen in de hersenen nou in die schemertoestand heel mooi aan bod komen. Je moet putten uit je geheugen. Je kunt niet zomaar ideeën bedenken. Dat doe je op basis van ervaringen die je hebt. Maar tegelijkertijd moet je dat niet helemaal in blijven hangen. Dus je moet die patronen een beetje loslaten. De controle moet er een beetje af. En dat is één van de dingen die gebeurt op het moment dat je dus in die slaap komt. Maar het moet ook niet zo ver losgelaten worden dat het alle kanten op gaat. Je hersenen moeten die verschillende ideeën op een bepaalde manier ook nog kunnen beoordelen. En dat blijkt in die schemertoestand eigenlijk alle drie mogelijk te zijn en tegelijkertijd samen te komen. Een soort ideaal moment om creatief te worden. Hoe meet je dan creativiteit? Ja, daarvoor hebben ze eigenlijk een slimme truc bedacht. Mensen kregen een rij getallen te zien op een computerscherm. Een rij getallen die bestaat uit een 1, 4 en 9. En vervolgens kregen de mensen de opdracht, je moet zo snel mogelijk het laatste getal wat achteraan in die rij komt verzinnen en intoetsen. En daarvoor krijg je 2 regels. Je vergelijkt de eerste 2 getallen. Als die hetzelfde zijn, dan neem je dat getal in gedachten. Vervolgens vergelijk je dat met het volgende getal. Dit is een 1 en een 9. En dat is de tweede regel. Als de getallen verschillend zijn, dan neem je het derde overgebleven getal in gedachten. Een 4. En het eindantwoord is 4. En vervolgens kregen ze een nieuwe reeks te zien en weer een. En dat oefenden ze een heel aantal keren. En het duurde zo 20, 25 seconden voordat mensen dat antwoord vonden. Maar er was een creatieve hack waardoor het veel sneller kon. Maar dat had nog niet iedereen door. Daar kom ik zo op. Daarna kregen alle proefpersonen de gelegenheid om een dutje te doen. Half zittend op een stoel met een fles in hun handen. En op het moment als mensen in de diepere slaap kwamen, viel die fles uit hun handen en schrokken ze wakker. Een Edison-dutje. Vervolgens kregen alle proefpersonen weer een paar honderd van die cijferreeksen op te lossen. En wat bleek, een deel van de mensen, toen ze dat 100 keer gedaan hadden, kon het in 1 keer stukken sneller. In plaats van dat ze na 20 seconden het antwoord hadden, hadden ze dat al binnen 3-4 seconden. En die hadden de creatieve truc door. Het bleek dat het tweede getal wat je in gedachten had genomen, altijd direct het eindantwoord was. Ja, wie waren nou die creatievelingen? De mensen die niet geslapen hadden, daarvan vond ongeveer 30% uiteindelijk de creatieve oplossing. Van de mensen die in die diepe slaap terecht waren gekomen, was dat maar 15%. En van degenen die tijdens het Edison-dutje waren blijven hangen in die lichte schemertoestand, van die mensen vond meer dan 80% de creatieve oplossing. Dus de Edison-truc lijkt te werken en het blijkt dat de schemertoestand van lichte naar de diepere slaap het moment is waar je hersenen je helpen om creatieve ideeën te ontwikkelen.